Help me. Stop, stop. Hallo, welkom in deze nieuwe weekendvlog. Het is vrijdagochtend. De kids zijn wel aangekleed, maar nog niet gewassen en nog niet de tanden gepoetst. Gewoon heerlijk chill. Ze zijn een hele mooie tekening aan het maken. Voor wie eigenlijk? Voor... Ik weet het niet. Weet jij het nog, Nick? Ja, voor Sanne en Stefan. Want? Ze komen weer thuis. Ja, waar waren ze geweest? Amerika. Ja. 3 jaar achter elkaar, hè? En nu komen ze weer heerlijk thuis. Dus de kids maken een mooie tekening. Ze komen ook bij ons op bezoek, ja. En bij oma en overal. Ondertussen ben ik weer bezig om het spulletjes in te pakken, klaar te maken. Want wij gaan logeren bij mijn zusje morgen. Nee, vandaag. Tot en met zondag. Zondag gaan we op een rommelmarkt staan. Daar heb ik ook heel veel zin in. En ja, ik ga jullie meenemen hoe we dat doen, hoe we dat voorbereiden. En mijn zusje heeft sinds kort een huge van een zwembad in hun achtertuin. Dus dat is ook wel super leuk, want volgens mij wordt het 29 graden. Dus de kids hebben er ook heel veel zin in. Dus ik ga hier in huis nog wat dingetjes voorbereiden. Omdat er vanavond ook weer gasten komen in onze Airbnb. Dit laat ik even voor wat het is. Hier zijn wat spullen. Eten wat meegaat. Eten wat hier blijft. Keukengerei van ons. Ja, wat de Airbnb gasten niet gebruiken. Wat wij gebruiken. Kijk, voor de gasten heb ik aparte doekjes gekocht. Dus ik ga nu eventjes naar boven toe. En dan ga ik de bedden transformeren. Zoals Nick zou zeggen. Hier zijn al de spulletjes voor de kinderen. Die meegaan naar mijn zusje. Hier onze zwemtas. Dit zijn mijn spulletjes. Dat moet nog even in een tas. Maarten pakt zijn spulletjes altijd op de laatste minuut. Hier zijn al wat spulletjes klaargelegd voor de Airbnb. Ik heb gisteren de bovenverdieping al gepoetst. Dus dat is al helemaal netjes. En nu ga ik de bedden doen. Het gaat mee. Dit kamertje is klaar. En deze ook. Er komen 3 heren die volgens mij morgen aan een of andere fietswedstrijd mee gaan doen. Dus ik heb mijn aparte bedjes klaargemaakt. Even mijn kleren in de tas. We reizen trouwens als we gewoon gaan logeren of met de caravan onderweg zijn met zulke soort tassen. En over een weekje of 2, 3, ik weet het niet eens is, gaan we naar Tenerife. Dus dan moeten we wel eventjes fatsoenlijke tassen zien te regelen. Nou, hier is mijn staf en hier kunnen Maarten spullen dadelijk in. Hey, ik ben helemaal vergeten te vloggen dat we Sanne en Stefan weer hebben ontmoet. Ja, dat komt als ik ga kletsen, dan vergeet ik alles. Ik ben hier vol bezakt in mijn pak. We gaan nu naar mijn zusje toe. Dan gaan we lekker eten daar. Het is nu avond, het is 5:15. En hier logeren we 2 nachtjes. Een stap hier. Ah! Morgen! Okay. Au, au. Hoi, kom verder. Zijn jullie boven? We zijn terug met de afdeling toch. Oké. Gezellig. Zijn de kids ook hier? Oh, kijk, die zijn aan het helpen. Toppie, toppie. Is dit onze kamer? Waar is Lea dan? Oh, daar. Kijk eens. Als ik het helpen, denk ik moet je zeggen. David is aan het werken. Nou, nee. Gezellig. Ach, kijk nog hier weer. Het is weer feest, jongens. Mijn zusje is werken, maar die heeft vanmiddag dus al een lekker groentesausje gemaakt. En ik ga nou even de pasta koken. Voor de bij. Stop, stop! Je rijdt dat tegenaan, moet je even achteruit. Kijk. Dus, ja. Ja, gas. Ja, duw op met de voet. Dan ga je naar achter. Goed zo.
Ja, en dan stop. Stop. En dan moet je die weer naar voren duwen. Zo? Ja, en gas. En sturen, hè? Met het stuur. Niet er tegenaan rijden. Goed zo. Als het goed is, ga ik hier morgen in. Maar ik ben echt een koukleum, dus ik ben benieuwd. 24 graden is het water. Nick. En die andere. Ja, goed zo, maar. Daar komt ie. Ik weet niet of dat typisch Duits is, maar de bakker komt hier gewoon langs. En dan kun je daar gewoon lekker broodjes halen. Dus Maarten is in opdracht van Bianca even snel naar buiten gerend. Nick, wat was dat? Een bakker. Een bakker op wielen. En wat heb je gekocht? Donuts. Sorry voor de hond, jongens. En... Oh, croissantjes. Oh my goodness. Croissantjes en broodjes. Oh, wauw. En ik zit hier met mijn trekkertje. Lea, wat doe je dan? Lea doet het gezicht van Scream. Noos? Kees mama? Niks erop. Wat gaan jullie doen, jongens? Jongens, ik ben een loser. Sorry dat ik niet heb gevlogd op de rommelmarkt. Ik kan wel vertellen, we hebben €260 verdiend. En het was heel leuk, het was echt heel leuk. En onze zolder is een heel stuk leger en opgeruimder. Dus ja, we hebben een hele leuke dag gehad, leuk weekend bij mijn zusje gehad. Ja, dus ja, leuk dat je keek naar deze vlog. En wellicht tot de volgende vlog. Doei doei!